vandaag 22 december en het is al 4:20, maar ik heb nog altijd niet gevlogd en dat kwam eigenlijk omdat ik van gisteren of vandaag mijn slaapfeestje deed nog voor mijn verjaardag met vriendinnen. En ik ben echt stik kapot. We sliepen om, we hadden een plan dat we een nachtje gingen doordoen, maar dat is niet echt helemaal gelukt. Het was bijna gelukt. Ik ga even zo zitten. Dus we hebben 1,5 uur in totaal geslapen en ik ben echt nu kapot. Ik ben super moe en ik heb wel beloofd dat ik vandaag een vlog ging online plaatsen. Dus ja, dat doen we dan maar. Het was echt een heel leuk feestje. We zijn gestopt naar de Hunger Games Mockingjay Part 1 geweest. En dat was ook echt heel leuk. Daarna zijn we nog de pizza uit gaan eten. En dan hebben we echt nog horrorfilms gekeken tot en met. En ik heb nu echt super veel bang en zo. Want ik kan echt niet tegen horrorfilms. Ik had nog nooit een horrorfilm gezien. Omdat ik ook echt super snel bang ben. En ik ben echt zeker van dat ik straks niet ga kunnen slapen. Maar ja, weet je. Het gaat ook alweer over. Het was echt heel erg leuk, maar ik heb ook van alles al gedaan en nog helemaal opgeruimd en zo. Dus had ik eigenlijk nog geen tijd gehad om te vloggen. Maar ik wou toch nog even iets van mij laten horen. Dus ja, ik heb nu ondertussen 75 abonnees. Nog 25 te gaan en dan heb ik er 100. Moet goed komen. En bij 100 abonnees, dat ga ik al zeggen, dan ga ik een giveaway doen. Wat dat ik dan ga weggeven, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog eens over nadenken. Maar er komt dus dan in ieder geval een giveaway. En ja, ik ga nu echt alleen maar hier filmen in de badkamer even. Want ik heb echt geen zin meer. Ik ben zo moe. En ik heb ook echt, volgens mij, mega groot. Nee, ik heb eigenlijk geen wallen. Dat valt eigenlijk nog wel goed mee. Ik heb nog geen wal dus. Supergoed. Ik ga eigenlijk niks meer doen vandaag. Ik denk dat ik straks, als deze video online staat, ga ik denk ik nog even in mijn nieuw boek lezen. Ik heb gekregen Geek Girl 2. Ik heb de ene ervan gelezen en ik was echt overtuigd dat ik het ook wou lezen. Dus daar ga ik denk ik nog eventjes in lezen. En ik ga wat YouTube kijken en jullie kennen het wel. En het is nog 3 dagen, dat is kerstmis. Ik heb echt super veel zin in kerstmis. Waarschijnlijk wel iedereen. Maar ook wel in nieuwjaar. Maar kerstmis is echt super gezellig en zo. En pakjes. En je kent het wel met van die gezellige kaarsjes en sfeerlichtjes. Dus dat vind ik echt wel leuk. En nog 3 dagen dus. En ik moet morgen echt nog van alles doen. Ik moet nog kerstkaartjes maken. En we gaan waarschijnlijk ook even naar Antwerpen. Dus ik ga jullie misschien meenemen. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Het hangt er vanaf wanneer we naar Antwerpen gaan. En dat er nog een duidelijk zicht is van hoe laat we gaan thuis zijn en zo. Dus ik ga even winkelen in Antwerpen, denk ik. En ik ga ook nog de naamkaartjes maken voor het kerstfeest. Want ik heb mij daarop geofferd om dat dit jaar te doen. En nu ben ik eigenlijk uitgepraat en ik ga dus nu de vlog afsluiten. Dit was dus mijn vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Doe zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer ook voor meer video's van mij. En laat ook zeker een reactie achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen terug. Dag!